Hans heeft zijn gedachten op papier gezet. Zijn gedachten over zijn moeder, over het leven dat zij samen hebben gedeeld. Hans gaat u hierover vertellen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het nummer wat jullie net gehoord hebben, heb ik in het Elisabeth een aantal keer op een gitaar gespeeld en gezongen voor Tini. En nou, meestal moest ik na 3-2 reeuwen al stoppen, want dan moest ik gewoon huilen. En toen dacht ik, wat treft mij zo dit nummer? En dat is gewoon de eenvoud van de melodie en de tekst, maar ook raken ze me ontzettend diep tegelijk. En dat was eigenlijk bij Tini ook zo. Het was een eenvoudig, hardwerkende, mooie en vreselijk lieve vrouw die ook heel veel voelde. Maar ze was niet iemand van veel woorden. Een complimentje sprak ze niet snel uit. Maar ze liet het wel blijken, voelen. Ze maakte wat lekkers te eten of te drinken voor je. Of gaf je kleine cadeautjes. Tot op late leeftijd kreeg ik altijd nog geld van haar om iets te kopen of voor de benzine. Tot in de breedonk toe was een eierkoek of een appel me voor de terugweg meegaf of iets lekkers om thuis op te nemen, eten. Ze zorgde voor een gevoel van thuis en welkom zijn. Iets wat ik ontzettend zou missen. Vreemd genoeg heb ik het nummer eigenlijk altijd op gitaar gespeeld, tot ik sinds ik 14 was in gitaar ging spelen. En ik was ook heel erg verbaasd toen ik daar dus bij de breedonk was. Het was gewoon echt heel erg van toepassing op haar. En ja, het leek eigenlijk bijna wel of ik het altijd zeg maar geoefend had om zeg maar over haar te spelen. Dat was natuurlijk niet zo, maar het leek echt zo. Nou, we zijn hier bij elkaar om het lichaam van Tini te begraven. Maar vooral ook om het leven van Tini te vieren. Want hoewel ze de laatste jaren veel zorgen had, heeft ze in haar leven ook veel mooie en goede dingen meegemaakt. Tini deed heel veel dingen op haar eigen wijze. Dat heb ik dus niet van een vreemde. En wat nu verder ook nog volgt, is ook mijn eigen beleving van de tijd met Tini die ik hier op aarde met haar heb mogen doormaken. Lieve ma. Als ik aan je denk, dan voel ik een lief, levenslustig, zorgzaam, zachtaardig en eerlijk mens. Hard werken en druk bezig zijn, was je blijkbaar met het paplepel ingegoten. Ik heb je nooit anders gekend. Als kind kende ik je als een bezige bij. Altijd druk rondrennend van de winkel, naar de wasmachine of naar de keuken. Lekker eten, daar hield je van. En een maaltijd bij jou kon niet zonder soep. Soep moet heet zijn, zei je dan. Ook gingen we vaak uit eten. Dan hoef je niet af te wassen en te koken, zei mijn vader. Tevergeefs heb je mij geprobeerd nette tafelmanieren aan te leren. Niet smakken, mond dicht. Ik hoor het je nooit zeggen. Ik heb het nooit afgeleerd. Ook zo'n mooie. Heb je de hond vast, zei ze dan, als ik met mijn handen niet boven de tafel zat tijdens het eten. Je vond het erg belangrijk dat je er netjes en verzorgd uitzag. Ik weet ook dat jij en tante Cor altijd met een koffer vol met schoenen en tassen terugkwamen uit Benidorm. Ook mij heb je lang geprobeerd netjes aangekleed te krijgen. Het mocht niet baten. Wel heb ik nog steeds mijn zogenaamde Breda-kleding in de kast hangen. De wat nettere kleren die ik aandeed als ik bij je op bezoek kwam. Ik wilde je ook niet op de kast jagen. En die keer dat je vond dat ik een mooie ribbroek aan had, vroeg je, wat kost die? Je gaf me het bedrag en zei, koop er nog maar één. Ondanks dat we op veel dingen anders dachten, kon je mijn mening respecteren. Hoewel dat als moeder moeilijk voor je geweest moet zijn. Je wilde immers het beste voor mij. Toen ik een keer vroeg over wat jij nou vond van mijn leven, hoe ik mijn leven leefde, zei je dat je er eigenlijk niet veel van snapte. Na 40 jaar was ik nog niet onder de pannen. Maar dat het een andere tijd was in mijn leven. Je vond dat ik gewoon moest doen wat ik dacht dat goed was. Als ik daaraan terugdenk, ontroert me dat nog steeds. Maar je kon ook driftig en koppig zijn af en toe. Dat zat in de aard van de Mollekes. Of zoals tante Cor en jij altijd gekscherend zeiden, de familie Mol met twee lullen. Toen pa overleden was, ben je veranderd. Je werd rustiger en ging ineens nieuwe dingen doen. Met vriendinnen op vakantie, met vriendinnen naar een concert van de Julio, vegetarisch en Indisch koken, uit eten bij de Chinees. Ik zag ineens een hele andere zachtaardige kant van Tini. Na de plotselinge dood van pa heb je nog vele gelukkige jaren met Gerrit mogen doorbrengen.
De Bollenclub was een hechte vriendenclub waar je veel plezier aan beleefde. En ook wij, ik, Luut, Janine, met wisselende aanhang en later de kleinkinderen, kwamen vaak langs. Met Sinterklaas, kerst en verjaardagen was het altijd gezellig druk op de Hill Street. Toen ook Gerrit onverwachts stierf, werd het al langzaam wat stiller in je leven. Zon en strand waren van levensbelang voor je. Vakanties gingen zonder uitzondering naar zee. Dishoek, Canarische eilanden en later Benidorm. Je had gehoopt op latere leeftijd met Jos in Benidorm nog vaak te kunnen overwinteren. In jullie mooie huisje daar. Gekocht van jullie door hard werken verdiende geld in de zaak. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Toen je niet meer op vakantie kon, zat je vaak buiten in je tuintje in de zon. Eerst op de Heuvelstraat, later op de Argusvlinder. En wat was je gelukkig toen Kimo geboren was. Als hij bij je was, straalde je helemaal. Voor mij voelt het alsof jij hem te weinig hebt mogen zien. Vanaf dat Kimo geboren was, heb ik steeds het gevoel gehad dat hij, als het ware, de wacht kwam aflossen. Hij kwam steeds meer in deze wereld en jij ging steeds meer weg. Alsof jouw ziel langzaam naar hem overging. Oud worden was niks voor jou. Tot in je laatste jaren zei je dingen als: de catering geeft vaak gekookte aardappels. Dat vinden die oude mensen lekker. Met de nadruk op die. In jouw beleving heb je daar nooit bij gehoord. Niet alleen jij vond het vreselijk dat je naar een verzorgingstehuis moest. Wat heb ik gehuild toen de Argusvlinder leeggeruimd was. Mijn, maar ook jouw laatste thuis was er niet meer. Terwijl thuis voor ons allebei zo belangrijk was. De plek waar ik altijd welkom was en waar jij je eigen gang kon gaan. Een kamertje met je allerdierbaarste spullen was wat er voor je overbleef. Je probeerde altijd goed te doen, te zorgen voor je naasten en andere mensen. Pas nu besef ik wat ze met een hart van goud bedoelden. In jou zat geen grijntje kwade bedoelingen, je was een goede mens. Je hebt dapper gevochten in de laatste week van je verblijf hier op aarde. De laatste 6 dagen dat je op bed hebt gelegen, ben ik continu bij je geweest. Samen met Hans Jansen en later ook met Luut. Het was voor mij een buitengewone ervaring. Ik was dichter bij jou dan ik ooit in dit leven ben geweest. Ik heb je ook veel verteld, liedjes voor je gezongen, spirituele teksten over de ziel en de dood voorgelezen. En ik heb 500 keer ik hou van je en liever tegen je gezegd. Ik besefte tijdens deze periode ook hoezeer wij verbonden waren. We wilden allebei die verbinding niet loslaten. Ik vertelde je steeds dat het goed was en dat je rustig kon gaan. Dat je niet bang hoefde te zijn en dat het met mij goed ging en zo. Maar gaandeweg begreep ik steeds meer dat het ikzelf was die niet wilde loslaten. Maar het is beter zo. Als je in een rolstoel was terechtgekomen, was je doodongelukkig geweest. Ik heb urenlang in die mooie, lieve ogen van je gekeken. Je kon niet meer praten of bewegen, maar die ogen spraken voor zich. Je hield van bloemen. Mijn vader kocht altijd bloemen voor je. En als je dan vroeg aan hem, waarom koop je bloemen? Dan zei hij, dat is het enige waar je moeder blij mee kunt maken. En als ik in je ogen keek, dan was je voor mij zo'n mooie bloem, waar ik mijn ogen niet van af kon wenden. Nooit heb ik me dichter bij jou gevoeld. Je kon het leven en mij niet loslaten, bezorgd als je was of het wel goed met me ging. Maar ik had ook moeite om jou los te laten, om je te missen. Je was ook bang voor wat er komen ging. Je snapte niet wat er met je gebeurde, want je geloofde niet dat er nog iets was na dit leven. Daarom staat er boven het bidprentje een mystiek gedicht uit de Mandukya Upanishad. Omdat ik zeker weet dat je nu boven meekijkt en het nu wel snapt. Hij die de bron ziet als haar, die geboorte gaf van alles, de moeder van het leven, die woont in de holte van het hart, beschermend al wat leeft. Die wijze die weet, het is alles één. En al wat is, is dat. Ik wil graag nog mijn diep respect uitspreken op de volgende mensen die Tini en ook mij veel hebben bijgestaan in de laatste jaren. Onze neef Hans Jansen, mijn stiefzus Janine, stiefbroer Luut, tante Mariette Musters, Ricky Smit, de lieve buurvrouw, haar goede vriendin Riet Krijnen. Ik zie even niet waar ze zit, maar oh, daar zit ze, Riet, oké. Huishoudelijke hulp Ursula, de zusters van de thuiszorg Breda, lieve nachtzuchte Ariane en alle anderen uit het Elisabeth en aan alle anderen op wiens naam ik nu niet kan komen. Jullie hebben belangeloos het leven van Tini lichter gemaakt. Wat mij betreft het hoogste wat de mens hier op aarde kan doen. Lieve Tineke, lieve ma, als besluit een vertaling van het openingscomplet van het volgende nummer
Historia d'un amor in de uitvoering van mijn eigen oude bandje. Als ik het zong, voelde het altijd als een nummer met heimwee naar wat geweest is. Misschien heb jij het ook al zo gevoeld, toen eerst Jos en later Gerrit deze wereld verlaten hadden. Je bent er niet meer, lieverd. In mijn ziel voel ik de eenzaamheid. En als ik nu niet meer bij je kan zijn, welke macht deed mij dan zoveel van je houden om mij nu zo'n verdriet te laten hebben? Lieve Tien, vanaf gistermiddag voelde ik je aanwezigheid in mijn hart. Daar waren mijn pa en de kleine Hans ook zijn. We gaan je lichaam nu teruggeven aan de aarde. Jij bent ondertussen teruggekeerd naar die vrede en onvoorwaardelijke liefde waar iedereen zijn leven lang naar terug verlangt. En hoewel je zelf niet geloofde, wil ik tot slot graag voor jou het Onze Vader en Wees Gegroet, Maria, bidden. Aan degene die het meebidden, verzoek ik om op uw eigen manier het hogere te eren of om stil in gedachten bij Tini te zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook anderen schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.